Als er luizen zijn op school, dan is er maar één oplossing. Alle kinderen controleren. Want alleen als iedereen meedoet, geraak je er vanaf. Hoe controleer je je kind op luizen? Volg de 8 stappen in dit filmpje en je weet meteen of je kind luizen heeft. Zo is je kind snel luizenvrij. Wat heb je nodig? Een gewone kam? Een goede luizenkam die je best bij de apotheker koopt. Die heeft hele fijne hoekige tanden die heel dicht bij elkaar staan en die niet plooien. Een crèmespoeling, conditioner of balsem voor het haar, witte servetten of keukenrol, een tandenstoker, 2 handdoeken, een wasbak of bad, een kom lauw water, ongeveer 20 minuten tijd. Hoe ga je te werk? Stap 1. Je kind zit voorovergebogen. Maak het haar heel nat met lauw water. Stap 2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Stap 3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam. Stap 4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op tot je aan het andere oor komt. Let op, druk de kam goed tegen de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk op je huid. Stap 5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of je luizen ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm groot en is grijs-wit tot bruin van kleur. Stap 6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met een tandenstoker. Stap 7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu in de andere richting, dus van het voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor, veeg telkens af aan de servet en kijk of je luizen ziet. En schuif na elke kambeweging op naar het andere oor. Stap 8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met een handdoek. Heb je luizen gevonden? Doe dan deze methode elke 3 dagen, tot je geen enkele luis meer vindt. Controleer ook alle huisgenoten op luizen. Om zeker te zijn dat de luizen niet terugkomen, zet je ook deze stappen. Leg de kammen en haarborstels in heet water van 60 graden gedurende 5 minuten. Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60 graden. Herhaal dat om de 3 dagen gedurende 2 weken. Luizen sterven als ze meer dan 2 dagen niet op hun hoofd zitten. Leg daarom dekbed overtrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart. Of steek ze een nacht in de diepvries, want ook dat overleven luizen niet. Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan je huisarts of apotheker.